Goedemorgen. Het is 10 voor 12. Ik heb een hele drukke schoonmaakochtend erop zitten en ik ben langs de supermarkt geweest. Mijn ouders komen namelijk over 10 minuten als het goed is langs. Het is echt allemaal kantje boord, want we hebben uiteindelijk dus uitgeslapen. En ik dacht eigenlijk dat ik eerder wakker zou worden. Dus daardoor zat ik een beetje in de knoei van tijd. Maar ik heb allemaal lekkere dingen gehaald en dat ga ik nu even overal neerleggen en de tafel dekken. En ook leuk nieuws, want mijn oma komt mee. Op dit soort momenten ben ik zo dankbaar dat de bakker ook in de Jumbo zit. Dus ik heb gewoon allemaal bollen die eigenlijk van de bakker zijn, maar die ze dan via Jumbo verkopen. Het is wel leuker om naar de bakker zelf te gaan, maar dat kon nu even niet. Dus ja. Ik heb het even zo gedaan. Ik denk dat we een soort buffet doen, omdat we niet met z'n allen aan tafel passen. Ik heb nog meer in de koelkast liggen hoor, maar ik dacht ik begin hier even mee. We hebben ook allemaal lekkere salades, zoals die kaassalade, die is zo lekker. Deze. Slaatje, tomaatje en vooral hele lekkere broodjes. Wat is dat? Dat is een gegrilde Spaanse groente. Oh. Heb je een hele maaltijd mee? Wat en lekker. Dit is met garnalen. Ah. En dit is met zalm. Oh, maar waarom voor is dit dan? Dat heb je voor jou. Nou, dankjewel. In plaats van een bloemetje heeft oma dat. Oh, wat lief. Nou, lekker oma. Super fijn. Die gaan in de koelkast. Dan haal je die garnalen er maar aan. Nou, ik eet ze wel, omdat ik ze van jou heb gekregen. Ah. We hebben geen bloemen te kopen, omdat die katten... Ah, oh, dat is lief. Hallo. Wij hebben een heel leuk spelletje met Lin. Dat hebben we in Malaga. Dat hebben jullie bedacht. Ja. Dan zei ik op een gegeven moment, waar is het aapje? En dan wist hij al dat hij daar zat en dan wilde hij maar één ding. Ja, want het aapje, dit is het aapje wat Lin al vanaf kleins af aan heeft. Die leggen ze dan helemaal bovenaan de paal. Maar ik denk dat die kat inmiddels geen Nederlands meer verstaat. Dus ah! Dat kan ik niet zeggen, maar ik denk dat hij niet zeg het eens. Waar is het aapje? Waar is het aapje? Waar is het aapje zoeken? Zet ons toch niet zo verschut, stomme kat? Net vlog hier de bak. Ja. Hoppakee. Nou, we zijn even lekker buiten aan het lopen. Het is stil, hè? Er is gewoon echt niemand. Nee, het is jammer. Ik ga niet zien staan. No sé, ¿dónde estará? We zijn een van onze fietsen kwijt. Echt? Zou me niet verbazen als die gestolen is. Maar die was zo verrot, die is echt 10 euro waard. Maar hadden jullie er 2 of 3? 2. Ja, weet je, ook omdat we hem daar buiten laten staan, in de regen en zo, dat is al niet goed. Kijk even wat een fashionable oma ik heb, jongens, in de grote jas met sjaal en hakken. Oma? Je hoort het niet. Komt er ooit, er komt denk ik nooit een tijd dat jij geen hakken aandoet, hè? Ik heb enkel hakken. Je kan alleen maar op hakken lopen. Ja. Dat lijkt bijna kuit. Ja. Je spieren en je kuit zijn helemaal gekort door die hakken. Wij staan nu op het heilige hofje van Naaldwijk. Een soort van begijnhof, maar dan iets kleiner. En het is zo leuk hier, zo schattig. En zo stil. Al die leuke bloemetjes, kijk even echt. Ik bewonder dit zo. Zoveel leuke bloemetjes. En daar hebben we de boze oude brombeer op een bankie. Oh nee, hij zit te zonnen. Even kijken. Hola, señor. Kom eens. Had je nooit verwacht dat je een Spaanse kleinzoon zou krijgen? Hè? Had je toch ook nooit kunnen denken dat je een Spaanse kleinzoon zou krijgen? Nee. Oké, we hebben dus een probleem. En het probleem is deze extreem vervelende hoogpiep. Ik weet niet waar die vandaan komt. Ik leg jullie zo even meer uit. Want ik ben bang dat die piep stopt en dat ik alsnog geen idee heb
waar die vandaan komt. Dus mijn doel is nu om de kern te vinden van de piep. Oké, ja, het geluid is sterker als ik dit weghaal. Oh, shit, god, net te laat, het is gestopt. Oh, wat irritant dit. Ik heb ondertussen gebeld met een nummer dat op het meterkastje staat, met de huurbaas. En we hebben nu een afspraak voor 1 juni, maar hallo, dat duurt nog super lang. Dus ik hoop dat, dat eerder blijkt wat het geluid is. En dat het in ieder geval niet 's nachts komt. Dat is wel echt heel vervelend. Het is zo'n schel geluid. Oh, 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 oh. Oh, jongens. Oh, jezus, op het nippertje. Wat een atletische kat dit. Tony komt voorlopig nog niet thuis, maar ik denk dat ik me gewoon nog eens even ga opmaken. Ik moet eigenlijk ook mijn haar wassen, maar ik heb er zo geen zin in. Hoe vies ben ik? Oh, er zit wel een droog shampoo in. Lekker een make-upje opdoen en dan spreken we elkaar zo. Ik heb een pakketje gehad. I'm so happy to see you. Van Loofs. Dat is waar ik toen vorig jaar die hele leuke t-shirts van kreeg. Dus ik ben benieuwd. Ik zie hier. Oh, leuk. Ziet er al goed uit. En dan is dit een zwart t-shirt. Heel erg nice. Lekker oversized. Ik ben fan. En die tweede. Even kijken. Oeh, cool. Die is aan de voorkant heel basic en aan de achterkant de vlinder. Heel erg leuk. Ik heb ook een kortingscode en dat is Laura10 voor de t-shirts. Leuk. Nou, hartstikke bedankt, guys. Oei, 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 oei. Wil je ook zo graag een t-shirt hebben? Wil jij die ook zo graag? Ik heb even voor de lunch weer warm gekookt. HelloFresh. Ik baal dus, want ik heb een automatisch abonnement daarop. En soms vergeet ik mijn gerechten door te geven. En ik heb hem wel erop staan dat hij automatisch vegetarisch kiest. Maar ik vermijd bijvoorbeeld bijna altijd recepten met veel champignons. Omdat ik daar wel eens buikpijn van krijg. Of eigenlijk bijna altijd. En nu heb ik dus het weer, ben ik het weer vergeten. En is dit een van de recepten? Rice bowl met sticky paddenstoelen. Dat vind ik niet leuk. Tadaa! Ik blijf dat wel een beetje een gekke combi vinden altijd. Koude dingen zoals komkommer en tomaat met warme noedels bijvoorbeeld. Maar vaak is het toch wel heel erg lekker. Ik ben benieuwd naar deze, want die heb ik nog niet eerder gehad. Oh my god, jongens. Het was de eerste keer dat ik gewoon echt het niet eens op kon eten. Omdat ik het zo goor was. In ieder geval voor mijn smaak. Ik vond het echt niet te doen. Gewoon allemaal resten koriander tussen mijn tanden. Maar nee, smaken verschillen, hè. Maar deze was echt heel goor, in ieder geval voor mij. En Toon is ook geen fan. Que tal, amor? Horrible. Dit is niet onze favo-keuken, blijkbaar. Nou ja, Aziatisch eten vinden we op zich wel lekker. Maar dit was, dit was geen favoriet. Dus ik moet nu gewoon een chocolaatje nemen. Om te compenseren. Mm. Daarvoor hebben we nog steeds een hele handige tafeltje. Oh, wat, dit moet een weekenddag zijn, zo lekker lui. Ik krijg als vraag waar die van is, maar die heb ik toen van mijn moeder gekregen. Dus geen idee, helaas. In la cama, vale? Sí, me parece bien. Pues yo me voy a meter en la cama. Cierra un poco la puerta. No, en me parece increíble cuánto tarda esa bata en secarse. Nou, volgens mij is Toon er helemaal klaar voor. Net een rups. ¿Y dónde vamos a poner la mesita? Pues ahí, ¿dónde está? I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. Goedemorgen. Ik ben helemaal uitgeput. Maar dat met een hele leuke reden. Het is vandaag Pinksteren.
En ik heb vrij genomen, ik heb niet gewerkt. Dat is eigenlijk niet mijn plan, maar ik werd lui wakker. En nou ja, je ziet het, het is 4 uur. Is het 4 uur? En ik heb nog steeds mijn badjas aan. Maar je gelooft nooit wat ik vandaag heb gedaan. Het is 5 uur zelfs al. Ik heb een vakantie geboekt. Een workation. Ik had het er met Toon over hoe... Het heeft ook wel redelijk te maken, denk ik, dus met dat mijn vlogs wat minder spontaan zijn misschien. Omdat ik me zo voel. Maar de laatste weken komen de muren echt extreem op me af hier in Naaldwijk. Ook door het weer misschien. Maar ik werk natuurlijk alleen maar thuis. En in Naaldwijk ken ik ook niemand. Dus ik spreek... Ik kan niet even snel een koffietje of zo doen. Dat gebeurt echt zelden. En... Ik merk gewoon dat dat soms best wel zijn tol begint te eisen. Ik had vorige week bijvoorbeeld gewoon 2 volledige dagen dat ik niet eens een stap buiten de deur had gezet. 1000 stappen per dag, niet normaal. En dat is niet goed voor je mentale gezondheid. En toen had ik het erover met Toon en hij zei, ja, het is ook logisch. Want je hebt zo een omslag gemaakt van altijd reizen, altijd in een vliegtuig zitten. Wonen in Malaga, in het bruisende centrum. En nu ineens gewoon altijd thuiswerken. En dat al zo lang, dat al 1,5 jaar in een dorp, in een Nederlands dorp waar je niemand kent. En ik denk dat heel veel mensen zich misschien zo voelen. Het is niet dat ik echt me depressief voel of zo, helemaal niet. Maar gewoon een beetje vlak. Dat ik denk, dat ik echt merk dat het een beetje dat ik in een sleur zit en alles is zo saai en eentonig. En toen zei Toon, waarom ga je dan niet gewoon op reis? Als dat kan. En eigenlijk van het een kwam het ander. Ik had Sabine vanochtend of vanmiddag aan de lijn. En ik zei, wil jij niet met me mee? Want jij bent ook ZZP'er. En die zei direct, nou dat gaan we doen. Dus we hebben 3 uur lang op Zoom zitten bellen. En alles uitgezocht en direct gereserveerd. Volgende week zondag gaan we 10 dagen naar Mallorca. Dat is dus een geel gebied. Dus daar mag je ook heen. Ik heb hier zoveel zin in. Echt niet normaal. Ik denk dat dit me zo goed gaat doen. Dus Mallorca it is. En ook echt 10 dagen. Ik wilde eigenlijk een kleine week. Maar het prijsverschil was zo enorm. Als ik dan eerder terug zou willen, eigenlijk heel krom, zou mijn ticket ineens 3 keer zo duur zijn. En daardoor heb ik er dus voor gekozen om langer te blijven. Want ik zou hetzelfde kwijt zijn of zelfs minder kwijt zijn. Zelfs al betaal ik dus voor 10 dagen een hotel. Nou, we hebben het in ieder geval. We gaan lekker werken daar. Maar we gaan ook zeker genieten van het mooie weer en leuke dingen doen. Dus ik heb ook heel erg veel zin om jullie mee te nemen. Even een patio update. Ze zijn helaas nog steeds bezig. Of dat is een groot woord, want ze zijn gewoon al weken hier niet geweest. Het zou 1,5 week duren en ze zijn nu al meer dan 1 maand bezig. Dus heel erg kut. Vooral nu het mooie weer eraan komt en we hier niet gaan kunnen zitten natuurlijk. Maar kijk even wat een troep. Mijn bloemetjes gaan echt harder dan ooit. Kijk even wat een bos. Dat komt door de regen. Deze hebben af en toe een beetje moeite. Ik heb ze nu weer water gegeven, dus die gaan weer mooi opbloeien. Maar hallo, kijk even. Deze aardbeienstruik. En er zitten zelfs al rode aardbeitjes aan. Dit is echt geweldig. Dus ja, die gaat wel heel erg goed. Deze had ik een beetje laten uitdrogen. Die heb ik nu net weer water gegeven. En dat is wel grappig om te zien. Dat die dan ook direct weer opbloeit in een, laten we zeggen, uurtje tijd. Hier in de extra kamer staat het hele leuke buitenkleed. En ik kan niet wachten om alles lekker schoon te vegen. En dan deze neer te leggen. Oh jongens, ik gier het uit. Toon zit een pasta salade te eten. En kijk die kop van Olly, kijk. Ja, no lo pone, ¿eh? Así antes, quizá. ¿Qué? Es que cuando está oliendo algo... No, que... Lini, no le voy a dar. No me mira así que no le voy a dar. Se pone cara de malo, ¿a que sí? ¿Y este? ¡Uy! Todos quieren comer. Todos quieren comer. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ben in een super good mood, want het gaat
ook een beetje zomer worden in Nederland. Of een beetje lente, want de hele lente hebben we overgeslagen voor mijn gevoel. Het wordt vandaag als het goed is 18 graden. Ik heb mijn zomeroutfit wel aan. And then it only goes up from there. Oh, zo fijn. Oh my god. Ik heb jullie natuurlijk al over Mallorca verteld. Vandaag is het mijn bedoeling om een planning te maken. Want ik heb nog een week voordat ik daarheen ga. En er moet echt nog heel veel gebeuren. Volgende week heb ik ook weer een heel leuk nieuwtje voor jullie. Het lijkt dat er weer een beetje leven in de brouwerij komt hier. Eigenlijk hoe het altijd bij mij gaat. Het is alles of niets. Kijk, die daar weer samen liggen kroelen. Oh, oh, oh. Nu gaan ze elkaar bijten. Ze worden een beetje vijandig. Oké, kleine change of plans. Ik ga langs de huisarts, want ik heb dus een beetje een vellend bultje. Ik denk dat het een opgezette lymfeklier is, maar hij gaat me niet weg. Ik heb het al anderhalve maand en hij is nu ook een beetje langwerpig. Het ziet er gewoon een beetje vreemd uit. En ik dacht, weet je wat, ik bel gewoon, want ik ken mezelf. Dan ga ik de komende 10 dagen op Mallorca alleen maar daarnaar kijken en me druk maken. Dus ik mag daar over een half uurtje heen. Hi, daar ben ik weer. Ah, wat doe jij in mijn tas? Wat doe jij in mijn tas? Nou, goed nieuws. Waarschijnlijk niks engs, dat bultje. Ze denkt aan een ontsteking. En zegt normaal zou ik er even in snijden. Maar omdat het ook van qua kleur een beetje paars is, denk ik dat er een bloedvaatje of zo is geknapt. En dan wordt het echt een bloedbad, dus dat gaan we niet doen. En ik heb nu een soort antibiotica stick meegekregen. Om dat 2 keer per dag aan te stippen. Kijken of het minder wordt. En ik heb weer een nieuwe neusspray. Oh, dit is zo'n goed spul. Die mag ik dus gewoon onbeperkt gebruiken. Of nou, onbeperkt. 1 keer per dag gebruik ik hem. Maar voor onbepaalde tijd. En het werkt als een tielerier. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué miras para allá? Je weet dat daar in het hoekje zijn speeltje ligt. Ik zei toevallig gisteren nog, zei ik tegen mijn moeder. Een van de ergste gevoelens die er zijn is als je heerlijk in alle rust en stilte een doetje aan het doen bent. En er wordt aangebeld. Vooral als je iemand niet verwacht. Ik had het laatst echt op 7 uur 's ochtends of zo. En dat ik echt dacht, oh my god. En toen bleef ik ook liggen. Maar dan zit je hart in je keel. En dan ben je helemaal ham van de wereld. Maar de reden dat er aangebeld werd, is dit het pakketje. Dit zijn mijn bikinis. Dus die gaan we even uitpakken. Dit is bikini nummer 1. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk iets meer high-waisted nog had verwacht. Maar dit is niet verkeerd hoor. En ja, wat ik dus altijd heb met deze topjes. Ik heb nu gewoon 36 besteld. Maar dan vind ik het toch iets te klein zitten. Want kijk, van de zijkant. Ik weet niet of je dat ziet. Komen ze een soort van erbovenuit. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dus deze gaat sowieso mee. Aan de achterkant zit hij ook lekker hoog. Yay! Tada! De tweede. Oh, deze vind ik heel erg leuk. Ik ben dus voor het eerst voor een echt heel erg high-waisted gegaan. Maar wel nog met een beetje een cheeky bil. Deze zit wat minder strak. Door de dunnere bandjes misschien ook. En die vind ik qua maat beter zitten. Dus dit is ook een 36. Ik had van die andere eigenlijk een 38 qua top moeten hebben. Vind ik persoonlijk. Dit is waar ik naar op zoek was. Deze is echt mega high-waisted. Hij zit helemaal boven mijn heupbot. En ook enorm veel bil. Ik had trouwens niet door toen ik hem bestelde dat het streepjes waren. Maar eigenlijk alleen maar leuker. Deze zit heerlijk. Ik moet wel zeggen, als je een lang bovenlijf hebt, denk ik dat hij heel erg gaat trekken. Want ik heb dat al een beetje. Geel, mijn favoriete kleur, dat weten jullie. Ja, dit is toch helemaal retro. Niet zo hoog uitgesneden als die andere. Die was net even een tikkeltje hoger. Wel ook een lage rug. En ik heb het idee dat die hier ook iets hoger zit. Dit is eerder bijna een zwem. Een zwem. Alle badpakken zijn natuurlijk om te zwemmen. Maar echt om in te sporten, zeg maar. In het water. Hij lijkt heel erg
stevig te zitten. Ik denk dat ik hier niet snel een boobie in verlies bijvoorbeeld. Nou, alle bikinis die hou ik. Ik vind het te veel gedoe om die eerste om te ruilen. Dus die doe ik gewoon aan. Dan maar strakke tietjes. Ik vind ze allemaal echt heel erg leuk. Echt heel leuk. Ik ben benieuwd welke jouw favoriet was. Dus die gaan allemaal mee naar Mallorca. En dan is het alweer tijd om deze week vlog af te sluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken. En voordat we natuurlijk gaan, is het tijd voor... Spaanse woord van de week. En het Spaanse woord van de week is... Nou, raad eens. El bañador. El bañador betekent de zwembroek, maar ook het badpak. Dus dat is makkelijk, twee woorden in één. En dan weet je dat alvast voor de vakantie. Hartstikke bedankt voor het kijken en adios, tot snel!